Yo, het is AK Junior hier en ik breng u weer een nieuwe video. Vandaag staan we in Antwerpen en we gaan 1 euro vragen stellen. Als je de vraag juist beantwoordt, of dat is gewoon een chille vraag en je antwoordt er goed op, dan win je 1 euro. So, let's go, let's go. Voor 1 euro, noem maar 5 LGBT pronouns. LGBT? 5 pronouns. Voor 1 euro, voor 1 euro. Kom maar, kom maar. Nee, bro, ik ken die niet. Ah, ja, maar. Voor 1 euro. Homoseksueel en zo. Nee, dat is geen bro. Maak je uit. Niks voor, niks voor. Voor 1 euro, noem maar 5 LGBT pronouns. Voor 1 euro. Okay. 5 LGBT pronouns. Nee? Oké, is direct. Oh, let's go. Voor 1 euro, neem je spul mee uit de hotelkamer. Wat liefst? Neem je spul mee uit een hotelkamer voor 1 euro. Oh, shampoo is ook bedoeld, ja. Ja. Ja? Ja. Ja. Let's go, next one, next one, next one, next one. Nee, goed. Voor 1 euro. Neem je spullen mee naar een hotelkamer. Voor 1 euro. Neem je spullen uit een hotelkamer mee. Nee. Nee. Neem je spullen uit een hotelkamer. Nee. Nee, oké, maakt niet uit. Nou, 1 euro kunnen winnen, maar maakt niet uit. Sorry. Ben je eerst zonder ondergoed naar huis geweest? Voor 1 euro. Nee. Ben je wel eens zonder ondergoed naar huis geweest? Nee. Nee. Niks voor, niks voor. Is dit? Die mensen denken zo, what the fuck? Voor 1 euro, ben jij zonder ondergoed naar huis geweest? Met wat? Zonder ondergoed naar huis geweest. Voor 1 euro? Ja. Ben jij uit huis geweest zonder ondergoed? Ah, nee bro. Nee? Ah, maakt niet uit. Strijders. Oké, okay. Niks voor, niks voor. Hier, hier. Voor 1 euro, ben jij zonder ondergoed naar huis geweest? Zonder ondergoed. Zonder ondergoed naar huis geweest? Nee. Ja, maar let's go, vonden. Putain, die wat? 1 euro. Noem 1 bekende persoon waarmee je het zou doen. Ah, Kylie Jenner? Kylie Jenner? Oké, okay, hier 1 euro. Alsjeblieft, niks voor, niks voor. Voor 1 euro. Voor 1 euro zou je liever knapper of slimmer zijn? Zou je liever knapper of slimmer zijn? Slimmer. Ah, nee, ik moet knapper zijn, 1 euro. Kom aan. Voor 1 euro. Noem 5 LGBT pronouns. Nee, ik weet niet, man. Oké, lekker. Wat? Kun je dat dicht doen, man? Het afgelopen, voor 1 euro heb je afgelopen jaar in het zwembad geplast. Bodycam, bodycam, 1 euro. Bodycam. Let's go, let's go. Voor 1 euro heb je als geplast in het zwembad? Ja, hier, ik pak die 1 euro. Let's go, niks voor, niks voor. Voor 1 euro, heb je als geplast in het zwembad? Ja. Dankjewel. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Hey, hoeveel bollen heeft de Atomion? Voor 1 euro, hoeveel bollen heeft de Atomion? 9, hier. 1 euro. Let's go, volgende. Voor 1 euro, sinds welk jaar is koning Filip aan de macht? Voor 1 euro, sinds wanneer is koning Filip in de macht? Vraag hem alsjeblieft. Koning Filip, sinds... Hoe oud is hij? I don't know. Wie de fuck weet dat? Sinds 2000 en... Nee. Kom maar, 1 euro op het spel. 1 euro op het spel. 2008. Bro, wow. Let's go, was helemaal fout. Fuck. Voor 1 euro, wat zou je 1 dag doen als je onzichtbaar was? Onzichtbaar was? Ja. Voor 1 euro, wat zou je doen? Niks. Niks? Ah, gewoon 1 euro winnen, man. Ah. Kom. Voor 1 euro, zou je liever knapper zijn of slimmer willen zijn? Voor 1 euro. Zou je liever knapper willen zijn of slimmer willen zijn? Slimmer. Nee, knapper. Knapper? Alsjeblieft. Hier. Next one, next one. Let's go, next one, next one. Voor 1 euro zou je hond verkopen? Hangt er vanaf. Jij bent slecht, man. Je bent slecht. Hey, voor 1 euro nooit meer tanden poetsen of nooit meer schoon onderbroek aandoen? Nooit meer wat? Nooit meer tanden poetsen of nooit meer schoon onderbroek aandoen? Voor 1 euro, voor 1 euro. Nooit meer tanden poetsen. Nee, schoon onderbroek. Schoon onderbroek, juiste antwoord. Let's go, next one, next one, next one. excuseer, excuseer. Voor 1 euro. Engels? Ah, Engels, oh my god. Mijn Engels is broke. Voor 1 euro zou je liever schone onderbroek aandoen of... I don't speak
Oh, weer dat Engelse beste, fuck! Mijn Engels is broken. Voor 1 euro, zou je in het water springen? Nee. Nee? Oh, jammer. Okay, let's go. Oké, voor een miljoen! Wow, jongen. Mijn leven is belangrijker dan geld. Facts, facts. Preach, preach. Voor 1 euro, meneer, noem 3 gewesten van België. Voor 1 euro, noem 3 gewesten van België. 1 euro? Voor 1 euro, noem 3 gewesten van België. Voor 1 euro, noem 3 gewesten in België. Gewesten. Ja, 3 gewesten. Jij antwoord. Voor 1 euro. Ik heb Brussels, hoofdstedelijk geweest, Vlaams geweest en Waals geweest. Let's go, 1 euro, alsjeblieft. Let's go, let's go. Oké, deze man slaapt. Close up op hem. Sorry meneer, voor 1 euro, zou je je kind verkopen voor 1 miljoen euro? Zou je kind verkopen voor 1 miljoen euro? Voor 1 euro? Nee? Goeie papa, hier 1 euro. Pak maar 1 euro, man. Je weet 1 euro, 1 euro. Hier, alsjeblieft. Oei, deze guy. Niklas, what the fuck? Voor 1 euro, zou je een kanaal springen? Oké. Deze kanaal. Nee, oh, hé. No, no, no. Da. Crazy man, nee, go good. Hallo meneer. Voor 1 euro, hoeveel inwoners is België? Hoeveel inwoners in België? Nu ja. Vraag je iets, hè? Voor 1 euro. Ik heb zo ongeveer 13 miljoen. Ah, jammer, fout. Volgende. Voor 1 euro, hoeveel inwoners telt België? 9 miljoen. Fout. Let's go, volgende. 11 miljoen, let's go. Nice, 1 euro, let's go. Ja. 1 euro interesse. Nee, voor 1 euro. 1 euro? Ja. Noem 3 gewesten van België, dan krijg je 1 euro. Hoeveel inwoners telt België? Hoeveel wat? Hoeveel inwoners telt België voor 1 miljoen? Voor 1 euro. Voor 1 euro? Voor 1 euro, hoeveel? Ik weet niet, man. Doe een gok. Ik weet echt niet. Goed, gok. Hoeveel miljoen denk je? Hoeveel miljoenen? Hoeveel inwoners telt België? Ah, België is kleiner. 30 miljoen. Wat? Daarom wou ik niet antwoorden. Wat? Niks, man. Klein. 1 euro? 0? Ja, 1,0. Dit. Dat. Wint u als u 3 Vlaamse gewesten zegt. Wat? 3 Belgische gewesten. Nee, dat maakt niet uit. Nog een volgende. Voor 1 euro, hoeveel inwoners telt België? Hoeveel inwoners telt België? 11 miljoen? Ja, yes, 1 euro. Let's go. Niks voor. Ik heb geen geld meer. We moeten gaan wisselen. Dit is aan het einde van de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel, man. Ik zweet mij enorm. Maar maak je uit. B-Craft was goed gezet met deze nieuwe t-shirts. Check de drip. Kijk de shoes. Matching en zo. Check B-Craft sowieso uit op Instagram. Die man is next up. Hij maakt hoodies, t-shirts. Dus je moet bij hem kopen gewoon. Like, abonneer en tot de volgende keer. Zo, goed. Meneer, ik zal daar niet in gaan. Bro, het toilet was vuil, hè?